Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen hoe je aan een ketting kan zien dat die versleten is. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer op ons kanaal. Ja, een versleten ketting, dat kan je eigenlijk op een aantal manieren bekijken. In eerste instantie zal ik even laten zien hoe je het doet zonder dat je daarvoor een stukje meetgereedschap hebt. Maar ik wil daarna ook eventjes laten zien hoe je dat doet met, dat noemen we een chain checker. Die bestaan van verschillende merken en het is wel handig om even te weten hoe dat werkt. Nou, wat we eigenlijk, een ketting die hoort zeg maar strak om een tandwiel heen te liggen. En wat je eigenlijk bij deze ketting ziet, is dat op het moment dat je die ketting van het tandwiel aflift, dat je hem eigenlijk heel ver van het tandwiel af kan halen. In dit geval zelfs zover dat ik de schroevendraaier helemaal tussen de ketting en het tandwiel in kan leggen. En wat we ook zien is dat op het moment dat ik hem eruit haal, dat hij eigenlijk niet meer netjes op zijn plaats veert. Normaal gesproken valt de ketting weer helemaal mooi strak in het tandwiel en dat gebeurt nou helemaal niet meer. Hier aan de onderkant zie je ook dat die ketting helemaal loshangt als het ware van het tandwiel. Nou, dat is heel duidelijk een blijk van het feit dat de ketting is versleten. In dit geval rijdt het ook niet meer lekker, voel je het vaak wat kraken in de pedalen. En dat betekent dus dat het vervangen moet gaan worden. Wanneer je dat vervangt, moet de ketting en de tandwielen, die moeten dan ook vervangen worden. In ieder geval de tandwielen achter en de tandwielen voor, ligt een beetje aan hoe ver het is. Daarvoor kan je misschien je fietsenmaker even wat informatie vragen. In dit geval hier heb ik een nieuwe ketting. En je ziet eigenlijk al zo, als ik mijn vingers heb, dat ik hem bijna niet aftrek. Maar zo kan je dat nog wat beter zien. Hij is nauwelijks van het tandwiel af te trekken. En ik kom er ook echt niet tussen met de schroevendraaier. En als ik hem loslaat, dan veert hij ook meteen weer terug op zijn plek. Nou, wanneer je hem voorhanden hebt, dan is het eigenlijk beter om je ketting te controleren aan de hand van een zogenaamde chain checker. Ik heb hier eentje in mijn handen. Ze zijn er van verschillende merken. En wat ze eigenlijk altijd ook hebben, is een indicatie 0.75 en 1.0. In dit geval zit het aan dezelfde kant. Soms zit het aan verschillende, tegenover elkaar. Maar dat zie je vanzelf op je apparaat. Nou, wat is het idee? Wanneer de ketting er 0.75, dat die kant zeg maar erin valt, dan is je ketting aan slijtage onderhevig. En als je hem dan vervangt, dan hoef je over het algemeen de tandwielen nog niet meteen te vervangen. Omdat de tandwielen dan nog in een dusdanige staat verkeren dat het met de nieuwe ketting nog goed gaat. Is de ketting inmiddels zo versleten dat de 1.0 kant zeg maar volledig erin valt, dan is de ketting zodanig versleten dat ook de tandwielen inmiddels aardig op zijn donder hebben gehad. En dat betekent dat je eigenlijk alleen nog maar de ketting in combinatie met de tandwielen kan gaan vervangen. We gaan dat nou eerst doen eventjes bij een nieuwe ketting. En zoals je dan ziet valt de chain checker eigenlijk niet tussen de schakels. Die blijft eigenlijk bovenop de schakels liggen. Ten teken dat de ketting nog niet heel erg is uitgerekt. En wanneer we dat dan gaan doen bij een oudere ketting, zoals bijvoorbeeld bij deze, wat we dan zien is dat ik de chain checker inhaak, ook hier, en dat die eigenlijk volledig in de ketting valt, als teken dat de afstand tussen deze twee punten zoveel langer is geworden dat die helemaal erin valt. En het gevolg is dat de passing van de ketting op de tandwielen niet goed meer is. Je ziet dus ook dan dat zo'n ketting op de tandwielen gaat lopen in plaats van netjes tussen de tandjes in van de tandwielen. Ja, en dan is het klaar en dan loopt hij niet meer mooi.